Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo iedereen, ik ben Lore Fourie. Ik ben kandidaat voor CD&V in Vlaams-Brabant voor komende Vlaamse verkiezingen. Ik sta op de tweede opvolgersplaats. Momenteel ben ik schepen in landen waar ik een ruime waaier aan bevoegdheden heb die allemaal even uitdagend zijn. Ik ben 30 jaar, gelukkig getrouwd met Wouter en de vierde mama van een dochtertje van 1,5 jaar oud, Odile. En net zoals ik me smijt in landen, ben ik er klaar voor om mij te smijten in Brussel. Waarom stapt u in de politieke strijd? In 2012, net als ik afgestudeerd was, toen hebben ze mij gevraagd om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik was toen eigenlijk een beetje onverwacht, maar toch rechtstreeks verkozen van op een 13e plaats. Ik heb dan 6 jaar in de oppositie gezeten, wat een leerrijke ervaring is. En sinds januari ben ik schepen, wat eigenlijk een heel boeiende periode is. En nu zou ik graag dus mijn steentje vanuit de dorpsraad bijdragen in de wetstraat, want de eigenheid van elke stad, elke regio in Vlaams-Brabant, die moeten we trachten te bewaren. En ik vind het dan ook mijn verantwoordelijkheid als lokale schepen om die lokale belangen die op het spel staan, om die te verdedigen. Welke quote heeft u gekozen? De koe bij de horens vatten heb ik als quote gekozen. En ik denk, vrienden en familie die me een beetje kennen, die weten dat ik geen enkele uitdaging uit de weg ga. Dat ik het ook, dat ik me ook niet laat afschrikken als de weg moeilijk is om mijn doel te bereiken. Uiteraard mag de zaak voor mij ook wel heel goed vooruitgaan. En daar moet ik soms toch een beetje aan wennen dat er tijdrovende en nodige procedures te volgen zijn. Wie zijn uw politieke voorbeelden? In Vlaams-Brabant hebben we heel wat boegbeelden om naar op te kijken. Maar ik heb ook al deelgenomen aan de federale verkiezingen in 2014. En toen heb ik de kans gehad om campagne te voeren met minister Geens. En telkens weer als ik hem aan het werk zie, dan ben ik onder de indruk van zijn eeuwige vastberadenheid, zijn kalmte, doorzettingsvermogen en uiteraard niet te vergeten zijn oneindige dossierkennis. En dat is eigenlijk een bron van inspiratie voor ons allen. Wat zijn uw politieke interesses? In landen heb ik onder andere als bevoegdheid ruimtelijke ordening, stedenbouw en landbouw. En dat zijn eigenlijk heel boeiende materies. Het staat niet stil, de wetten wijzigen voortdurend, net zoals de nieuwe technologieën. En dit gaat eigenlijk voor mij hand in hand met natuur en leefmilieu. Dat is een belangrijk thema waarop ik mij wil inzetten, zeker als je naar de huidige actualiteit kijkt. Ik wil een goede ruimtelijke ordening nastreven. Dus waar gaan we wonen, hoe gaan we wonen, waar gaan we groen voorzien, gaan we meer bossen voorzien. We moeten ook natuurlijk de landbouwers mogen niet uit het oog verliezen, want ja, zij zorgen wel mee voor onze voedselproductie. Dus we moeten die nieuwe technologieën, we moeten daar naar kijken. Hè. Wat kan er anders en beter in de politiek? Veel mensen hebben de dag van vandaag de mond vol van polarisering, wat uiteraard ook belangrijk is. Maar ik vraag mij ook af als de politiek voldoende stilstaat met de impact van de steeds wijzigende wetten, decreten en besluiten die de mensen eigenlijk in de praktijk moeten omzetten. En het zijn ook die mensen die voor een efficiënte dienstverlening naar de burgers toe moeten zorgen. En ik weet dat het geen hip of cool gegeven misschien is om dit aan te halen, maar op gemeentelijk niveau ben ik er nu al meermaals mee geconfronteerd geweest. En ik denk dat we wel zeker niet uit het oog mogen verliezen voor de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Communicatie is een belangrijk onderdeel, maar ik denk ook dat we voldoende met die mensen ook moeten aftasten wat de impact is op hun dagelijkse werk. Wat is het extra werk dat het met zich meebrengt? Is het haalbaar op die periode? Daar moeten we over nadenken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een voorwerp meegebracht waar ik in het dagelijkse leven veel mee geconfronteerd word, waar ik ook dikwijls naar op zoek ben. En dat is eigenlijk het tutje van mijn dochter. Ja, mijn dochter en mijn man, dat zijn de steunpilaren. Dat is mijn veilige haven. Bij hen kan ik steeds terecht. En ik vind dan ook heel belangrijk dat ik kan meewerken aan de toekomst van niet alleen mijn dochter, maar van alle generaties. En wij moeten daar, vind ik, ook voldoende mee stilstaan dat de beslissingen die dat wij nu nemen een impact hebben op die toekomstige generaties. En we moeten daar ook please bewust en gewetensvol mee omgaan. Het is een hele uitdaging, maar net omwille van mijn gezin en het goede netwerk dat ik heb, maakt het makkelijker om dit haalbaar te maken. Zij ondersteunen mij en zij willen mij helpen en stimuleren om mijn doelen te bereiken.